Op zaterdag 15 en zondag 16 juli was er eindelijk weer eens een motocrosswedstrijd in Mil. Crossclub Mil, de Zandhazen, kondigde verheugd aan dat de voor het Nederlands kampioenschap meetellende race terug is. Ook eigenaar van het tractorpullingterrein aan de Groespeelweg was reuze enthousiast om zijn grond beschikbaar te stellen als wedstrijdterrein. Overal was aangedacht om een mooie, spannende en maatschappelijk verantwoordelijk crossfestijn te bieden aan de vele bezoekers, zowel voor jong als oud. We zijn hier op het motocrosscircuit, of een tijdelijk motocrosscircuit van CCM de Zandhazen. De vereniging die bestaat sinds 1971, dus we bestaan nu 52 jaar. We hebben altijd onze wedstrijden georganiseerd in Mil en de laatste jaren tot en met 2018 op de Kuilen. In combinatie met de nieuwe gemeente was er even een zoeken, maar de gemeente heeft hele goede medewerking verleend. En na verschillende locaties en ook tijden zijn we op dit weekend 15 en 16 juli uitgekomen op het circuit aan de Grosspeelweg. We hebben nou een wedstrijd georganiseerd op de zaterdag voor de jeugd. Dat is onder auspicie van de MON, de motorsportorganisatie in Nederland. Wat wij als vereniging voor ogen hadden is om de wedstrijd groter te brengen en meer lokaal mensen aan te trekken. Het is publiek, vooral uit het lokale te halen. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben een opstapdag georganiseerd voor de jeugd, ook om de jeugd erbij te betrekken. En tevens hebben wij een brommerklasse georganiseerd op de zaterdag, speciaal voor de lokale rijders. In deze gemeente, of in Mil moet ik zeggen, heb je gewoon heel veel rijders die op het platteland of in een bosje op een brommers rondkrossen. En die kunnen nergens anders terecht. Vandaar vonden wij het heel belangrijk. En ook mede door de landeigenaar Pierre Meulenpas vonden we het heel belangrijk om voor de jongens iets te organiseren. We staan hier in Mil. Voornamelijk zijn we hier druk bezig met het geluidkeuren voor het plezier van de motorsport. Elke rijders per serie worden uitgenodigd om hun geluid te keuren. En dat moet er gewoon aan bepaalde waardes voldoen. Om zo het omgevingsgeluid en voor de overlast te voorkomen. Dat werkt heel erg goed. Wij nemen per manche nemen we 3-4 rijders steekproefsgewijs uit. Na afloop zetten we hier op de meter neer, op de mat. Om zo toch een beetje te kunnen controleren dat het allemaal klopt. Willen we deze sport kunnen blijven behouden, zullen we daar gewoon in mee moeten. En dat wordt heel positief opgevangen door alle rijders, gelukkig. En daardoor kunnen we blijven crossen met z'n allen. 16 juli hebben we een nationale wedstrijd georganiseerd voor de senioren. Deze middag hebben we ook een opstapdag voor de jeugd. Die opstapdag van de jeugd houdt in dat we motortjes beschikbaar gesteld hebben voor de jeugd. Dat ze gratis kunnen opstappen en de eerste keer kunnen kennismaken met de fantastische sport. Het zijn kleine motortjes van een jaartje of 5 tot 11 kunnen ze daaraan deelnemen. De kleding is beschikbaar gesteld, de verzekering is geregeld en het is geheel kosteloos. We hebben wel entree moeten vragen, maar tot 12 jaar is de entree gratis. Ik denk dat het daar een unieke gelegenheid is geweest voor de jeugd om op te stappen. Onze vereniging die bestaat uit circa 120 leden. En ondanks dat wij weinig evenementen hebben kunnen organiseren de laatste 5 jaren, is het ledenaantal minimaal gedaald. Maar op dit weekend merken we gewoon dat iedereen enthousiast is en we hebben ruim 10 nieuwe leden die zich aangemeld hebben. Dat is iets waar we heel trots op zijn. Ook het publiek, wat in grote getalen hier naartoe is gekomen, geeft aan dat iedereen de motorsport een warm hart toedraagt en dat er absoluut een behoefte is om een motocross evenement in deze gemeente te organiseren.